I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Ja, ik ben dus weer eventjes naar onze box. En het is één grote teringbende. Want alles zat zo onpraktisch gestapeld en zo. En ik heb natuurlijk heel snel het een en ander gedaan. Dus ik heb nu de helft op de gang staan. En ja, de helft zo. Dus ja, het is zo. Het is allemaal niet handig. Het is allemaal niet handig. Dus een beetje Tetris. Een beetje blokjes goed zetten. En dan hebben we weer veel meer ruimte om de rest kwijt te kunnen. Ik ben er wel weer klaar mee. Op het laatste moment gaat het dan toch nog fout. En die kunstbloemen die vielen naar beneden. Altijd fijn. En nu ligt alles vol met pluisjes en dergelijke. En dat hoofd is echt fucking ellendig om weg te zetten. Nou ja, ik heb in ieder geval weer redelijk wat ruimte gecreëerd. Het is beter dan dat het was. En nu gaan we lekker naar huis, want ik moet pissen. Wat ga je doen, baby? Ik heb voor jou een neustrimmer gehad. Niet omdat het nodig is, per se. Nou. Zo verslaven, heel de kamer. Maar ja, we hadden nog wat punten over van het kerstcadeau. Ja, ik ga eerst even hier proberen. Nou, je doet het al helemaal niks. Ja, hij doet wel iets. Hè? Er komt een of andere smurrie vanaf. En nee, dit komt niet uit mijn oor. Ja, ik denk dat het gewoon je haren zijn. Hè? Nee, kijk, er zit een of ander oliedingetje op. Ja. Nou, jij zei dat het hier ook zou werken, toch? Ja. Oh, wacht even. Ik denk dat je het rustiger aan moet doen. Is het, gelijk, het is geen scheerapparaat. Nee, ik deed eerst rustig. Toen deed het niks. Dus... Nou, dat doet niet veel. Zal ik het hier eens proberen hoor? Nou ja. Maar het doet echt wel wat hoor. Doet zeer. Nee. Zag mijn snor ook wel. Lekker nadat hij in jouw neus is geweest. Ja, heerlijk. Kom maar. Ik dacht misschien nog iets... Het doet helemaal geen zin. Iets actiever zijn. Nee, nee, ik voel helemaal niks. Maar je hoort af en toe dat... Ja, dus tussen je wenkbrauwen. Nou, ook echt op je wenkbrauwen helemaal nooit. Ja, ik heb geen... Oh ja, wacht even. Ja. Het vervelende is, ik weet niet welke beweging je moet maken, maar het doet wel wat hoor. We hebben de gebruiksaanwijzing gekeken. Wat denk je zelf? Nee. Nee. Zo, echt mannen eigen weer. Nou. Nou, dankjewel voor het kijken. Oh, zo. Daar zit wel. Daar zit een hoop om te vermorzelen. Ja. Oh ja. Oké, okay, nou doei. Een hele goede morgen. Hallo. Ik bij, dat zien we hier niet. Wat heb jij daar? Een deze. Wat doe je nou? Laat je nou je spierballen zien. Oké okay dan. Dat zijn wel hele grote spierballen, hè? Oh, kun je er ook bij grommen? Ja. Doe dan. Doe maar. Schatje. Ik weet niet waar je nou naar wijst. Naar de dier. Het is
dinsdagochtend. Zijn lekker met z'n tweetjes. Hallo. Zijn lekker met z'n tweetjes. En Jessie is een beetje aan het spelen. Ruimtekuikens aan het kijken. Jeetje, wat een woord. Ze is kort de handbagage en weekendtas ontdekt. Gaat hij dan eerst zitten en dan maakt René rondjes door het huis. Dat gaan we straks nog wel laten zien. Ja? Ja. Ja, en verder verveel ik me echt kapot. Het is redelijk weer, dus ik ga zo meteen wel eventjes, als Jessie slaap heeft gedaan, gaan we even lekker naar buiten. Even naar de speeltuin of zo. Maar verder... kijk je uit? Dit kan niet goed gaan, ja. Nou, ik ga straks maar wel weer naar buiten. Ja. Hou. Auw. Ja, oké. Gaan we eerst even een slaapje doen zo meteen, hè? Oh, ik moet een kusje geven op je voet. De andere voet ook? Ja. Ja, viel je bijna achterover? Ja, moet je niet doen. Ba! Wat is ba? Ja, dat ligt overal ba. Maar de verhuizing komt steeds dichterbij. En eigenlijk zitten we nu te wachten op de laatste week. Want ja, ik kan nou wel de hele keuken in gaan ruimen. In gaan pakken bedoel ik. Maar ja, dan heb je dus de laatste maand of zo dat je gewoon echt alles uit de dozen moet pakken. Dat is gewoon niet handig. Ik ben ook alweer een beetje verkouden. Ja, dat komt en gaat. Dat is echt heel vervelend. Ik ben liever dat het dan gewoon één keer goed doorzet en dan gewoon weer de rest van het jaar niet. Maar dat, zo ziet mijn lichaam dat niet. En 31 januari, ik ben even een beetje aan het voorbereiden. 31 januari gaan we bij de groentjes koken thuis. Ja, daar heb ik eigenlijk best wel veel zin in. Mondkapje op en zo. Alle veiligheid in acht nemen. Maar ja, ze hebben wel weer op het ziekenhuis gezeten en zo met die dochter van hen, Meerte. En daarom vind ik gewoon dat ze het verdienen. Dus ik ga eventjes, ik ga ze even appen om te vragen wat ze nou precies willen eten. Dat is ook niet onbelangrijk. En dan gaan we daar gezellig naartoe, de 31ste. Ja. Oh ja, 4 januari word ik gelezerd. Dan gaan ze dit lelijk plekje gaan ze weghalen. En verder proberen we de dagen maar zo goed mogelijk te vermaken. Maar het valt niet mee, moet ik vertellen. Het is echt, ja. Je wil gaan zwemmen? Nee, kan niet. Oh ja, we gaan naar de dierentuin. In je elleboog. In je elleboog hoesten. Ja. En dan hebben ze het ook nog eens over die avondklok. Nou. Ben ik klaar, man. Maar ja, we doen het er maar. Oh ja, gisteren liep ik in de supermarkt en er was een man in een scootmobiel. En die stopte en die andere man die erachter liep, die zei: hey, ga je gewoon door, kleutzak. What the fuck. Ik denk, die kennen elkaar en die hebben al eerder oneenigheid gehad of zo. Het was zo random. Mensen zijn echt zo agressief naar elkaar. Niks. Dirk? Ja. Doe maar. Nog een keer? Ja. Nee, doe maar dan. We zijn dus niet naar het strand, maar naar het Wierings speeltuin. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Ja. We zijn samen met Sjanne, van mijn collegaatje van de pier en zoon. Toevallig kent zij een collega van mij. En die heeft zijn kinderen net gepropt en die zijn er ook. Dus het is één grote gezellige speeltuin. Ho! Alleen Jessie gaat heel tijd liggen. Ja. Ja, ga maar staan. En daar is Sjanne. Die kennen we nog van de fotoshoot. Is even onze camera aan het testen.
Doei. Waar is Jess? Hey, waar ga jij naartoe? Oh, oké. Okay. Vind je het eng? Ja. Ben je eraf? Ja. Ho. Ho. Kom maar eraf. Ja. Ga je springen? Ja. Dat gaat niet goed, denk ik. Ga maar zitten op de billen. Ja. Ho, dat is beter. En hele goede avond. Nou, ik ben alleen. Althans, Jesse Silver die ligt nu in bed. Maar ik moest Jesse Silver halen bij mijn moeder. Want Sergio die was ineens opgeroepen voor zijn werk. Dus Jesse is snel afgegeven en ik ben naar mijn werk naar mijn moeder gegaan, gezellig. De nieuwe maatregelen, of althans de uitgestelde maatregelen, of verlengde maatregelen moet ik eigenlijk zeggen. Gekeken van Rutte. Ja, balen. Het was te verwachten en zoals altijd wordt het altijd eerst uitgelekt natuurlijk. Ja, nog 3 weken erbij. Laten we hopen dat de avondklok niet ingesteld wordt. Hoewel dat voor ons niet heel erg veel zal uitmaken, moet ik zeggen. En ja. Oh ja, ik heb een beetje pech met mijn fiets. Want ik wilde hem dus even snel op slot zetten, want ik moest de honden snel doen. Dus ik zet mijn fiets op slot. Breekt gewoon die sleutel af. Maar gelukkig niet in mijn fiets zelf, niet dat slot, maar wel mijn losse slot om zo maar te zeggen. En gelukkig, want ik had hem net dichtgeklikt, kon ik hem er nog insteken en toch nog een beetje draaien dat hij zo open schoot. Dus ik heb hem gelijk losgelaten. Dus dat was 1. Nou, vervolgens ging ik terugrijden vanuit mijn moeder. En halverwege stopte mijn versnelling daarmee. Althans, ik heb een elektrische fiets en de ondersteuning stopte daarmee. Zo! Ik was goed ingepakt. Nou, ik zweette met de tandjes. En aangezien mijn ondersteuning daarmee stopte, stopte dus ook mijn voorlicht daarmee. Dus dat was ook heel prettig. Dus ik mijn telefoon aan mijn zak, een lantaarn aan en ik in mijn hand. Ik kreeg inmiddels de kramp in mijn hand. Fietsen. Ik denk, dat is Jesse nou weer aan het doen. Die had mijn rugzak opengehaald en die had ineens de zonnebrand in zijn handen. Nou, eindelijk thuis. Ik zet hem neer en ik wil even de deur openmaken en ik zie die fiets ineens omvallen met Jesse erop. Dus ik kon hem nog net soort van opvangen zodat hij niet met zijn hoofd zo tegen de muren aan was gekletterd en dat hij langzaam op de grond lag. Ik zal even een filmpje laten zien. Maar oh, hart weer in mijn keel, dus het zit niet mee met mijn fietsavontuur vandaag. Sergio die heeft een hele leuke foto gemaakt. Oh, is toch om op te vreten. Niet te doen. Even kijken hoor. Oh ja. Kijken. Ja. Gaat het goed? Ja. Je ligt op de grond? Ja. Oh nee. Gelukkig viel je zacht. Had ik je nog net, hè? Ja. Oké, ik ga er nu uithalen. Ja. Oh, het is ook zo'n poepje. Nou, dus ja, dat. En ik heb zelf nog even een seminar bijgewoond. Via de computer. Want ja, alle seminars en zo zijn natuurlijk afgeschaft. Om fysiek aanwezig te kunnen zijn. Dus nu allemaal via het web. En ja, eigenlijk vind ik dat juist wel chill. Je hoeft niet lang te rijden, je hoeft niet weg. Dus dat was wel prettig. En nu denk ik dat ik maar naar bed ga, want het duurt nog wel even voordat Sergio thuis is helaas. Dus ik ga hem bij deze afsluiten, want ik zie dat de batterij ook bijna leeg is. Dus ik zeg, vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao!